Dan gaan wij beginnen. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij het COP namens de Ien Dales leerstoel. Ik ben Zege van der Wal. Ik mag die mooie leerstoel bekleden. En ik ga vandaag met u praten over de 21ste eeuwse overheidsmanager. Wie dat is, wie dat moet zijn, wat die allemaal moet kunnen, of die al bestaat en hoe we die kunnen ontwikkelen. Ja. Ik wilde op een hele interactieve manier doen. We zijn met een vrij klein gezelschap. We hebben mogelijk wat concurrentie van de Dag van de Integriteit. Die op hetzelfde moment plaatsvindt in Gouda. Waar ik vanochtend ook ben geweest. Ik ben gisteren ook bij de Nacht van de Integriteit geweest. Die vond weer plaats hier in Den Haag. Dus ik begin helemaal te vergroeien met mijn headset inmiddels. Er liggen mooie boekjes daar om de hoek. Die mag u allemaal vooral meenemen. En als er wat over zijn, ook voor uw collega's, zou ik zeggen. En dat boekje is eigenlijk de uitgebreide versie van mijn oratie die ik 6 weken geleden in Leiden in het academiegebouw heb mogen houden. En vandaag is eigenlijk de oratie 2.0. Ja, waarbij we met in een wat kleiner gezelschap nog eens goed kunnen doorpraten over wat die 21ste eeuwse overheidsmanager nu precies, wie dat is en wat hij moet kunnen. Er staat een camera aan. Ik zeg dat er alles maar even bij. Dus wees u vooral openhartig in uw vragen en commentaar. Maar dat u het toch maar even weet. Ja? Overigens kan die camera, die ziet alleen eigenlijk mij. Hè? Dus die, als u een vraag stelt, dan is hij wel te horen. Maar we zien niet uw gezicht erbij op beeld. Ja, dus dat wil ik toch even. Ja, precies. Dat scheelt toch weer. We gaan het een beetje interactief doen. Dus ik zal u af en toe ook een vraag stellen. En wat meningen ophalen uit de zaal. Dat vind ik altijd leuk. In plaats van heel lang tegen u aanpraten. En dan nog wat vragen in ontvangst nemen. Dus we hebben in feite max 1,5 uur met elkaar. Oké. Okay? De 21ste eeuwse overheidsmanager. Ik vind het een heel boeiend thema om na te denken over de toekomst van het openbaar bestuur. En waar wij nu staan, waar het naartoe gaat. Deels weten we dat nog niet. Dat maakt die discussie ook heel boeiend. En wat voor overheidsmanagers, mag hem ook wat breder trekken, ambtenaren daar eigenlijk bij horen. Laat ik beginnen met u mee te nemen naar mijn geboortedag. 16 augustus 1977. Ik heb zomaar mijn leeftijd verklapt. Die heeft u alvast binnen. Ja. In Amsterdam. En het was nogal een andere tijd. Zaken verliepen vrij rustig. Waren voorspelbaar. Het meest heftige wat er wellicht in die tijd gebeurde was de opkomst van een Brits punkrock gezelschap, de Sex Pistols. Een aantal van u weet dat wellicht nog. Het was een hele andere tijd. En als u in die tijd overheidsmanager was of ambtenaar, dan had u het een heel stuk eenvoudiger dan nu. Had maar met een beperkt aantal stakeholders te maken. Politieke baas, ambtelijke baas, af en toe is een burger wellicht of een belangengroep, maar ook niet al te vaak. Vrij veel budgettaire ruimte, veel minder controle, veel minder verantwoordingsverplichtingen. En u had eigenlijk de tijd. En nu heeft de tijd u. Ja, we leven in een heel andere tijd die veel sneller en veel onvoorspelbaarder verloopt dan toen de tijd. Als we dan 40 jaar vooruitsnellen naar 2017. Dus even bedenken wat er dus in deze tijd in een minuut gebeurde. Dat was eigenlijk niet zoveel. Kijk wat er vandaag de dag in een minuut allemaal gebeurt. Vind ik dit altijd wel een mooie slide. What happens in an internet minute? Hoeveel data, hoeveel transacties, hoeveel gebeurtenissen vinden er op dit moment in 1 minuut plaats? Hebben we een bedrijf waar 5 jaar geleden nog niemand van had gehoord? Alibaba genaamd. Rings the bell misschien. Chinese Amazon. Hè? Zet $400 miljoen om in 1 minuut. Om even aan te geven hoe snel dingen gaan op het moment. Ja. Een hele andere tijd. En het is heel interessant om na te denken over wat voor
ambtenaar of overheidsmanager daarbij past. Donald Rumsfeld, dat is niet mijn favoriete publieke leider. Even een disclaimer. Die deed in 2002 een hele interessante uitspraak die inmiddels eigenlijk een beetje beroemd is geworden. Die zei op een Pentagon briefing in het midden van de oorlog in Afghanistan. Hij zei, there are no knowns. These are things we know that we know. There are known unknowns. That is to say, there are things that we know we don't know. But there are also unknown unknowns. There are things we don't know that we don't know. En we leven in een tijd met steeds meer unknown unknowns. Dus het is heel moeilijk om de toekomst te voorspellen. Maar eigenlijk wordt de behoefte om die toekomst te voorspellen en te structureren wel steeds groter. Ja, dus je ziet overheden over de hele wereld visie 2050 documenten produceren, bijvoorbeeld. Dus er ontstaat enorm behoefte om heel ver vooruit te kijken en ver vooruit te plannen. En nadenken over al die grote trends die op ons afkomen, wat moeten we daarmee doen? In het geval van de nieuwe Delta-werken wordt er zelfs 100 jaar vooruit gepland. Tegelijkertijd wordt het dus steeds moeilijker. Er zijn steeds meer unknown unknowns. Nou, in de managementliteratuur spreken we tegenwoordig van de zogeheten VUCA World. Hebt u daar wel eens van gehoord? Waar staat VUCA voor? Weet u dat? Complex. Heel goed, ja. Nou, als u een student van me was, dan kreeg u nu een 10. Ja. De VUCA World, dat is een natuurlijk altijd mooi om afkortingen te gebruiken, hè, in de managementwereld. Maar VUCA beschrijft eigenlijk de wereld waarin wij leven heel erg goed. Die V staat inderdaad voor volatility of volatiliteit. Dus toenemend aantal gebeurtenissen die onvoorspelbaar zijn, heel veel onvoorspelbaarheid met zich meebrengen. En ik denk de verkiezing van Donald Trump is een mooi voorbeeld, die toch veel mensen niet hadden zien aankomen. En nu het ook eenmaal zover is, weet eigenlijk niemand wat precies de beleidsagenda van die man is. Het lijkt ook elke week te veranderen. En dat heeft nogal wat consequenties ook voor de rest van de wereld. Laten we wel wezen. Onzekerheid. Brexit is een mooi voorbeeld, hè? Dus die, nou ja, die zagen een aantal mensen misschien wel aankomen. Was misschien tot op zekere hoogte ook onvermijdelijk gezien dat referendum. Maar nu weet eigenlijk niemand wat er gaat gebeuren, want het is nog nooit gedaan. Zelfs in Engeland weet men dat niet. Hè? Dus de komende 5 tot 10 jaar zijn met heel veel onzekerheid eigenlijk omringd. Kijk naar een probleem als radicalisering en wereldwijd terrorisme. Dat is natuurlijk typisch zo'n probleem dat zo ongelooflijk complex is. Bijna onmogelijk lijkt op te lossen. En je eigenlijk met zoveel overheidsdiensten, zoveel disciplines, zoveel dingen tegelijk moet doen om dat effectief aan te pakken. Ja, dat je publieke leiders wel eens hoort verzuchten, wie het weet mag het zeggen. Ja. Dat geldt voor meer problemen van deze tijd. Klimaatverandering is er bijvoorbeeld ook zo in. Ja. Ja, nee, nou goed, die vraag krijg ik vaker. Bij volatiliteit gaat het erom dat er een bepaalde schok plaatsvindt die eigenlijk bestaande normen helemaal op zijn kop zet en die eigenlijk niemand zag aankomen. En ik denk bij Brexit, als je kijkt naar, als je bijvoorbeeld goed de media in Engeland in de gaten had gehouden, dan had je eigenlijk best wel kunnen aanzien komen dat die Brexit zou kunnen gaan gebeuren. Maar nu het eenmaal zover is, dus hij was wat makkelijker, kon je hem misschien zien aankomen. Maar nu eenmaal zover is, leidt dat tot heel veel korte en middellange termijn onzekerheid. Ja, dus dat is het verschil. Maar ze liggen dicht bij elkaar natuurlijk, die vier pijlers. Nou, complexiteit is heel veel beleidsproblemen waar we de komende jaren mee te maken krijgen. Die zijn gewoon enorm complex. Dus oorzaak-gevolg is moeilijk. Heel veel variabelen die met elkaar samenhangen. En die vierde pijler van de VUCA-wereld is ambiguïteit. Wij zijn allemaal ambigu. En heel veel politici en ambtenaren zijn dat ook. Ja. En dan kijk naar iets als bijvoorbeeld duurzaam energie. Dus wij roepen in Nederland al 20 jaar dat we dat heel belangrijk vinden. En in het verre buitenland, ik kom nogal veel in Azië, daar hebben wij een geweldig groen imago.
En dan zie je dat wij vorig jaar meer CO2 hebben uitgestoten dan ooit. Een nieuwe kerncentrales bouwen. Dus dan vraag je eigenlijk af van, beleiden we nou wel met de mond? Hè? U ziet wel waar ik naartoe wil. Het geldt voor burgers ook. Ja, we willen allemaal best duurzaam worden, maar tegelijkertijd willen we eigenlijk gewoon het liefst ook hele goedkope energie hebben. Dus we zeggen allerlei dingen. We stemmen misschien wel op GroenLinks, maar tegelijkertijd hebben we 4 SUV's in de garage staan. Ja? Ambiguïteit. Als iets ambigu is, dan betekent dat dat de informatie, op basis waarvan we over een bepaald issue spreken, gekleurd is en betwist en soms niet helemaal transparant ook. Dus als je kijkt naar ontwikkelingen zoals fake news, hè, bijvoorbeeld, die zou je daar ook wel mooi onder kunnen scharen. Ja, dus wij leven in een VUCA-wereld. Die biedt uitdagingen, maar ook heel veel kansen. Dus ik altijd graag een beetje positief kijken naar die spannende wereld waarin wij leven. Want als je dit allemaal vertelt aan mensen, worden ze ook wel eens een beetje van zo, nou, er komt een hoop. Hoop op ons af, ja, VUCA-wereld. Dat dachten mensen toen misschien niet. Hè? Dus die vonden ook dat ze in een VUCA-wereld leefden. Het is wel zo dat heel veel zaken op het moment wel heel erg snel gaan. Dat heeft met dingen als technologie bijvoorbeeld te maken. Het heeft ook te maken met een hoog opleidingsniveau van heel veel mensen en heel veel informatie die beschikbaar is. Waardoor je ziet dat publieke opinies ook heel snel veranderen. Hè? Binnen een etmaal soms. Ja. Hoewel ik wel denk op het niveau, u heeft een goed punt hoor. Maar toen internationaal was heel complex en er gebeurde van alles. En zou ook kunnen zeggen over het jaar voorafgaat aan bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog. En er zijn ook veel mooie boeken over geschreven. Maar ik denk dat dit nu zelfs al speelt op het niveau van een enkele gemeente of een enkel land. Hè. Dus laat staan de international affairs, maar ook op kleinere schaal. Dit zijn zaken die soms wel een beetje ver weg lijken. Dus ik vertel dit verhaal vaak op allerlei plekken. Dan laat ik zeggen, als je nou in de gemeente Zoetermeer komt of zo, en dan laat je een slide van Trump en Brexit zien, dan heeft de gemiddelde ambtenaar natuurlijk zoiets van, ja, zal wel, maar dat raakt mijn bureau niet hoor. Dus wat ik zelf heel, wat ik eigenlijk in de afgelopen jaren heb geprobeerd te doen, en de weerslag daarvan vindt u in de oratie. En met name in dit boek, dit is vorige week verschenen, dat is even de commercial hoor die ik nu doe, als u dat mij vergeeft. Die oratie is eigenlijk een kleine Nederlandstalige versie van een pil van 400 pagina's, waar ik 3 jaar aan heb gewerkt. Waarin ik heel precies probeer uiteen te zetten van die hele grote trends, wat betekenen die nu precies voor ambtenaren? Hè? Dus ik probeer eigenlijk helemaal af te dalen naar het leven van de overheidsmanager. Dan zegt u misschien, ja, maar meneer Van der Wal, er zijn al zoveel management- en leiderschapsboeken. Is er nou echt geen handleiding voor ons hoe we met die VUCA-wereld om moeten gaan? Nou, u komt misschien wel eens op een vliegveld en dan ziet u altijd bakken vol liggen met dit soort boeken. Hè? Heel van dit soort boeken, we zien hier een ninja staan bijvoorbeeld. Heel veel van die boeken zijn zelfhulpboeken. Met een hoog, laten we zeggen, mindfulness en yoga gehalte. Ik wil niemand beledigen. Maar dit zijn niet altijd boeken die ook met veel bewijs en onderzoek ondersteund worden. Laat ik het zo maar zeggen. En als die boeken er al zijn. Stephen Covey is natuurlijk een bekend voorbeeld trouwens. Van een management klassieker. Dan gaan die eigenlijk altijd over de private sector. En nooit over de publieke sector. Dus dat was eigenlijk mijn... een van mijn drijfveren om eens een keer zo'n boek te schrijven. En dat is echt voor u bedoeld ook. Dus het is echt een boek voor de praktijk. En een boek ook waarbij ik heel geïnspireerd ben door heel veel trainingen en workshops die ik over de hele wereld geef. Waarin ik eigenlijk problemen, maar ook hele mooie oplossingen soms hoor van ambtenaren waarmee ik interacteer. Ik heb wel 1 ding geleerd van deze boeken. Wat denkt u dat dat is? Dat is opvallend, hè? Waar komt dat nou vandaan, dacht ik. Dus ik ben eens op gaan zoeken en toen zag ik dat het getal 7 is het enige getal dat zowel in het oosten als in het westen van deze wereld een geluksgetal is. Universeel geluksgetal. Misschien heeft het daar iets mee te maken.
Maar goed, in dus de oratie en het dikkere Engelstalige boek dacht ik wel, ik moet iets met zeven. Ik moet iets met zeven doen. Dus er zijn nu ook de zeven van zegen, ja, zeven ambtelijke opgaven. Maar voordat we het daarover gaan hebben, wil ik eigenlijk even iets aan u vragen. U heeft allemaal pen en papier hier liggen. Ik zou graag willen vragen om even een minuut of zo na te denken. En dan op te schrijven wat volgens u nou de grootste opgave is voor ambtenaren in de komende jaren. Wilt u dat voor mij doen? Hoeft niet een soort perfecte volzin te zijn of zo. Het mag een steekwoord zijn of een klein verhaaltje of een voorbeeld. En wat is nou in uw beleving grote opgave voor ambtenaren in de komende paar jaar? Dan ga ik zo wat reacties ophalen. Mag ik iemand vragen? Ja. Ja. En is dat een goede zaak? Of? Het is een noodzakelijke zaak. Oké, dus het is een opgave, maar... Ja. Oké. En de tweede is de zekerheid van de continue onzekerheid vinden. Aha, die is mooi. Hangt meteen aan iemand aan de lijn die het daar niet mee eens is, geloof ik. Ja, dus dat sluit heel erg aan ook bij die VUCA-wereld, hè, waar we het over hadden. Van hoe vind ik eigenlijk, hoe word ik standvastig in een tijd van permanente onzekerheid? En politieke en ambtelijke leidinggevenden die houden daar natuurlijk niet zo van. Continue onzekerheid. Meneer. Ik heb er ook twee. Ja. De rol van de natiestaat. Ja. En de tweede is politiek. Om daar een vorm aan te geven. Ik wilde dat net vragen. Ja, dus die om die zeg maar overeind te houden of opnieuw vorm te geven. Vorm te geven. Oké. Ja. En de tweede is hoe we vorm geven aan de uitdaging tussen politiek primaat en het feit dat ambtenaren in een netwerksamenleving leven. Aha, die is mooi. Ja. Politiek, primaat, dat is eigenlijk ook controle, handen aan het stuur willen houden en ambtenaren die ondertussen met allerlei partners horizontaal beleid maken. Samenwerkingsverband met gemeentes en van alles en nog wat en de minister moet in de Tweede Kamer verantwoorden. Ja, dat wordt steeds lastiger, want wat nou als een van die partners in dat netwerk bijvoorbeeld over de schreef gaat... Dan word je daar als overheid weer extra op aangekeken. Hè? Dus hoe regel je dat is ook een interessante vraag. Mijn zeer geleerde en geëerde voorganger. Ja. Ja? Want beter kon ik niet bedenken. Oog blijven houden op de noden en behoeften van de burger. Aha. Ja. Ik heb daar ook een voorbeeld bij. Ja. Wat ontzettend ouderwets is. Ja. Namelijk de dictatuur van de digitalisering. Ja. Ik heb dat laatst weer meegemaakt toen ik mijn rijbewijs moest laten verlengen. Dan moet je een eigen verklaring hebben, plus nog een geneeskundige verklaring 75 plus. Dat ben ik. En dat kun je dus eigenlijk alleen maar digitaal verkrijgen en downloaden. En als je werkelijk op papier wil hebben, nou, dan kom je nergens terecht behalve bij het hoofdkantoor van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijs. Maar dat is maar één voorbeeld, joh. Bijvoorbeeld het afscheid nemen van de blauwe envelop door de Belastingdienst. Ja. Er zijn 1,2 miljoen mensen in Nederland die geen toegang hebben tot internet of er niet mee weten om te gaan. Ja. Ja. En er zijn 3,4 miljoen laaggeletterden. Nou wil dat één nog niet zeggen dat het in elkaar schuift. Maar ik vind het toch een beetje te veel om daar geen rekening mee te houden. Ja. Dank, mooi. Ja. Dus eigenlijk veel meer maatwerk in hoe je burgers benadert en niet alleen digitaal. Zullen we er nog één of twee ophalen? Meneer, ja, u eerst. Maatschappelijke en sociale oriëntatie. Van? De leidinggevende. Ja. En het in gesprek blijven met collega's.
de mondlanden hebben een gezamenlijke taak. Oké, okay, en dat gebeurt nu te weinig. Of dat is een opgave om dat beter te doen. Is dat wat u eigenlijk zegt? Ja? Niet altijd onwil, maar het gebeurt te weinig. Dat is het. Maar dat gaat eigenlijk over gesprek over de grotere missie van waar je het allemaal voor doet, eigenlijk. Ja. Nog één, die meneer erachterin. Ja, nee, die meneer voorin wil ook wat zeggen. Ja. Ik had eigenlijk ook twee. Ja? Ja? Mijn vraag was voornamelijk hoe gaat het samenspel straks plaatsvinden tussen private sector en de publieke sector okay. Ja. In de toekomst. Ja. En hoe daar dan de overheidsmanager daarmee omgaat. Ja, mooie. Dank je wel. Oké, okay. Een hoop van deze komen nog terug zometeen. Nou, dan neem ik u nog mee als laatste. Dat is een triggerende, denk ik. Ja. Gelijke gevallen hoeven niet meer gelijk behandeld te worden. Oh ja. En dat heeft met name te maken met decentralisatie. Ja. Het gevolg daarvan is dat niet alles meer gelijk behandeld wordt. Nee. En wat we vroeger deden was gelijke gevallen gelijk behandelen, ongelijke gevallen ongelijk behandelen. En nu zegt u gelijke gevallen... Hoeven niet meer gelijk behandeld te worden. Aha. Dat is afhankelijk van de situatie. Ja. En is dat eigenlijk geen goede zaak? Hoor ik dat er een beetje in? Het gaat om, en dat was de andere die ik had, dat regels ja. moeten flexibeler en meer doelgericht. En niet meer in de zin van regel is regel. Ja, oké. Okay. En dan hou je dan toch het imago van betrouwbare overheid. Ja. Dat is ook dan graag daarin als... Ja, ja, ja. Ja, en die zit ook wel een beetje tegen dat maatwerk bieden aan. Maar terwijl je toch als overheid eigenlijk alle burgers gelijke kansen of toegang tot diensten zou moeten willen bieden. Hè? Ja? Ja, of een plicht zou je kunnen zeggen. Maar ja. 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 Ik zeg altijd het verschil tussen een bedrijf of een overheid, hè, is toch dat als bedrijf kun je zeggen van ja, ik richt me op een bepaald klantensegment die dit apparaatje kan betalen. En voor heel veel overheidsdiensten geldt toch dat je in principe ze aan iedereen zou moeten kunnen aanbieden als ze daar ooit gebruik van zouden moeten maken. Ja. Overheden doen dat soms ook al natuurlijk. Maar goed, als bedrijf mag je er wel voor kiezen om een bepaalde groep volledig te negeren natuurlijk. En dat is overheid misschien wat moeilijker. Hè? Ja, mag ik die koppelen aan het blijven vasthouden van die missie hè? Van organisatie en ook beleid. Ja? Oké, okay, hele waslijst van opgaven. We kunnen waarschijnlijk nog wel even doorgaan. Maar ik wil ze ook wel even... Met u van gedachten wisselen over wat er dan voor nodig zou zijn in termen van eigenlijk individu en organisatie, hè, om die opgave het hoofd te bieden. Ik ga even naar de zeven van Zeger. Die komen voor een deel hier ook mee overeen. Dat zult u zien. Wat ik eigenlijk heb gedaan in het boek is kijken naar eigenlijk heel veel bewijs uit heel veel landen. Wetenschappelijk onderzoek, overheidsrapporten, heel veel gesprekken gevoerd ook met overheidsmanagers. Van waar zitten jullie mee? Die clusteren zich eigenlijk rond zeven opgaven die heel universeel zijn. Vind ik zelf ook een hele interessante opbrengst. Dus ik werk in heel veel landen en je ziet dat al die ambtenaren daar zitten met precies dezelfde dingen. Het is echt wij mogen graag denken dat we in Nederland heel uniek zijn en bijvoorbeeld in China het weer heel anders is of in Brazilië of in Amerika. Er worden natuurlijk lokaal andere oplossingen gekozen, contextueel andere oplossingen gekozen. Maar die grote opgaven zijn veel universeler dan we denken. Daar zitten ambtenaren echt overal evenzeer mee. Die eerste is wat ik noem stakeholder meervoudigheid. Dus als je kijkt naar de gemiddelde ambtenaar vandaag de dag, die heeft met zo'n 15 tot 20 verschillende stakeholders te maken, soms wel op dagelijkse basis. Veel meer dan vroeger. Maar er zijn niet alleen meer stakeholders. Die stakeholders opereren ook in alle netwerken en die zijn ook vrij ambigu in wat ze van de overheid vragen.
kunt zomaar te maken hebben met een bepaalde belangengroep bijvoorbeeld die op één beleidsterrein aan uw kant staat. En twee weken later op een ander beleidsterrein u de oorlog verklaart. Of zomaar in een hele korte tijd van mening kan veranderen. En het u met behulp van social media bijvoorbeeld heel erg lastig kan maken. Volgens mij, we komen later nog bij die skills uit. Dat vind ik ook een heel interessante discussie. Wat volgens mij heel belangrijk gaat worden, is heel goed verhalen leren te vertellen. Op heel veel verschillende platformen. Dus beleid uitleggen en ook trade-offs uitleggen. Heel veel burgers zijn natuurlijk boos en ontevreden op het moment. En dat komt volgens mij omdat we als overheid niet altijd even goed uitleggen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. En ook impopulaire keuzes soms nodig zijn. En waarom niet alles kan en waarom budgetten ook beperkt zijn. Dat wordt nu wel uitgelegd, maar vaak in hele dikke, ingewikkelde rapporten die 90% van Nederland niet leest of niet begrijpt. En dus het wordt echt een kunst, een skill, om op hele verschillende platformen, en daar horen zeker ook nieuwe media voor mij bij, kort en krachtig in hele verschillende taal, voor lage en hoogopgeleide Nederlanders uit te leggen wat de overheid doet. Ook voorstellen te lanceren en feedback daarop te ontvangen. En dat is niet alleen een opgave, maar het is ook een enorme kans. Want het is eigenlijk makkelijker en laagdrempeliger dan ooit om dat te doen. Maar dan moet je als ambtenaar wel heel goed begrijpen hoe die platformen werken en wat voor taal daarbij past. Dus inzichten uit de wereld van de framing en de branding, de marketing, de reclame, bieden daar eigenlijk hele interessante uitgangspunten. Je ziet overheden daar ook mee experimenteren. Nou ja, je hebt heel veel platformen, in feite gratis platformen, tot je beschikking om bijvoorbeeld een voorstel te lanceren en daar 500 reacties op te krijgen binnen een admaal. Maar dan moet je wel dat goed sturen, goed denken van aan wie maak ik dat dan beschikbaar en hoe zorg ik ervoor dat je niet 500 keer alle de Telegraaf, dit is een KUT-voorstel, als commentaar krijgt, want daar heb je natuurlijk niet zoveel aan. Maar dat vergt dus dat je social media, dat je verschillende platformen begrijpt. En dat je ook weet hoe je hele verschillende bevolkingssegmenten moet bereiken. Ja. Het zit hem ook in de beroemde uitspraak is the medium is the message natuurlijk. Maar wat volgens mij belangrijk gaat worden, is dat je bijvoorbeeld ook korte, krachtige videoboodschappen produceert en niet alleen maar hele dikke nota's. Hè? Omdat je daarmee hele andere mensen bereikt en ook veel, veel sneller bereikt. Ik ben met studenten begonnen een paar jaar geleden om, die leren ook beleidsnota's schrijven en kort, krachtige adviesstukken aan hun leidinggevende, om ook video beleidspakketten eigenlijk te gaan samenstellen, samen met persberichten. En, nou, toen ik daarmee begon, toen hadden collega's zoiets van, waar heb je het nou over? Video's produceren, we zijn toch een bestuurskundeopleiding. Maar het slaat eigenlijk ook heel mooi aan bij wat heel veel twintigers toch al doen in hun vrije tijd en ook heel goed kunnen. En er komt een enorme energie en creativiteit los, die ook helemaal niks afdoet aan de kwaliteit van die beleidsvoorstellen, hè, die ze vervolgens lanceren. Ja, en ze leren dan ook zelf te editen en eigenlijk in 2 minuten iets heel moois te maken dat je zo kunt lanceren en waar je een heel groot bereik mee krijgt. En mijn stelling is een beetje van, je hebt er natuurlijk communicatieafdelingen voor, maar zouden we daar niet allemaal een beetje beter in moeten worden? Of dat in ieder geval allemaal moeten leren begrijpen? Ja, u eerst en dan Ron. Ja. Nou, ik zou hem bijna willen omkeren. Ik zou zeggen, hij geldt zeker voor de marktsector, maar ze zijn er daar veel beter in. En veel verder in. Nou, ik zie heel veel overheden dat ook al doen. Hè? Met mooie websites en filmpjes werken. Maar het is denk ik nog niet genoeg om het alleen maar aan te bieden. Maar je zou denk ik ook nog veel proactiever op zoek moeten naar waar zitten eigenlijk je tegenstanders of waar zit je doelgroep precies. En hoe kun je die heel laagdrempelig begeleiden. Want er zit nogal een afstand tussen de systeemwereld van allerlei stukken in ministeries en dan die buitenwereld die het daar niet mee eens is. Ja. Nou ja, het is heel interessant wat je zegt, want politici en bestuurders, die hebben natuurlijk al veel vaker hiermee te maken met die mediadruk. En zelfs die gaan er vaak dus niet goed mee om. En wat ik eigenlijk constateer, en dat zie je echt in heel veel landen gebeuren, dat ambtenaren steeds vaker
direct eigenlijk de boer op gaan. Of de boer op moeten en met allerlei stakeholders in gesprek zijn zonder die tussenkomst van die politicus. En ook al laagdrempeliger dat beleid moeten gaan uitleggen. Waar politici dan soms weer, à la Oekase Kok, ook een beetje spastisch op reageren. Dus die spanning krijg je er ook nog eens een keer bij. Hoe ver kun je daar als ambtenaar in gaan? Opgave 2 is wat ik noem autoriteitsturbulentie. Je ziet over de hele wereld eigenlijk een dalend respect voor traditionele autoriteit, expertise en leiders. Ja, dus kijk naar de Arab Spring, naar Occupy Hong Kong, de verkiezing van Trump. En in Nederland, waar net voor het eerst weer sinds 1998 het kabinet überhaupt de rit heeft uitgezeten. Ja, dus je ziet, en in heel veel ook hele, eigenlijk voornamelijk voormalig saaie westerse landen, zie je allerlei, je ziet populisten opkomen, je ziet voortdurend kabinetten vallen. En je ziet ook een soort onderstroom, mensen die eigenlijk gezagsposities, deskundigheid helemaal niet meer voor waar aannemen. En denken dat een taxichauffeur net zoveel weet als een professor. Wat misschien ook soms zo is. Maar soms weet die professor ook wel net nog even ietsje meer. En dat wordt niet meer geaccepteerd door veel mensen. En het leidt ertoe dat zeg maar, van buitenaf allerlei druk ontstaat op organisatie, maar ook van onderop. Door nieuwe generaties die binnenkomen die zeggen, ja, jij hebt wel directeur op jouw bordje staan. Maar de senioriteitskaart spelen maakt niet per se dat ik jouw autoriteit ook accepteer. Die moet gewoon 24/7 verdiend worden door te leveren. Dus je ziet eigenlijk dat autoriteit veel sneller kwijt wordt geraakt. Maar dat die ook heel snel weer naar iemand naar zich toe kan worden getrokken. Dus je ziet ook veel sneller juist leiders opstaan of mensen een partij beginnen die eigenlijk in heel korte tijd heel veel macht krijgen. Nou, als jij dat goed kan, dat verkopen, dan kun je heel snel veel autoriteit krijgen. Maar wat ik wel een interessante vind, ik krijg vaak een vraag van Erdogan, Duterte, Poetin, Trump. Hoezo het einde van leiderschap of meer horizontaal leiderschap? Volgens mij hebben die twee dus juist heel veel met elkaar te maken. Dus wat je eigenlijk ziet is een soort terugverlangen ook. Juist doordat alles zo complex is, naar simpele oplossingen, een stevig leiderschap, een alpha male leadership. Maar ik denk dat dat de laatste stuiptrekkingen eigenlijk zijn van een tijdperk waarin we toegaan naar respect, autoriteit, geloofwaardigheid. En moet je continu verdienen. En dat krijg je niet meer zomaar omdat je de baas bent of omdat je wat ouder bent bijvoorbeeld. En dat zie je zelfs in hele traditionele samenlevingen nu heel snel veranderen. De veelbesproken Generation Y, de meest onderzochte generatie in de geschiedenis van de mensheid, zo'n beetje. Iedereen die tussen de 22 en de 35 is, zo'n beetje. Die worden allerlei eigenschappen toegediend, soms ook wat karikaturaal, moet ik zeggen. Maar die Generation Y is nu massaal de overheid aan het binnenkomen en neemt ook al leidinggevende posities in. Die wordt opgevolgd straks door Generation Z. Dat is iedereen die na 1994 geboren is. De mensen die de komende paar jaar afstuderen en ook ministeries en gemeenten gaan werken. En dat zijn echt hele andere generaties dan voorgaande generaties. Ze zijn heel intuïtief met technologie en ze hebben dus een aantal van die skills waar overheden juist naar op zoek zijn. Maar ze zoeken ook hele andere dingen in hun werk. 5 jaar voor dezelfde baas werken is een eeuwigheid. Ze willen switchen tussen sectoren heen, breaks nemen in hun carrière. En ze vinden persoonlijke ontwikkeling en echt bijdragen aan zinvolle projecten veel belangrijker dan titels en vaak ook belangrijker dan geld. En heel veel leidinggevenden worstelen daarmee. En ik hoor dat overal. Hoe ga ik nou om met die twintigers die niks van mij aannemen en die de hele dag op hun smartphone zitten? En er bestaat ook veel wederzijds onbegrip en ook wantrouwen. En ik denk dat je dat eigenlijk moet gaan ombuigen in hoe kun je nou zo goed mogelijk gebruik maken van die enorme vaardigheden en energie die jonge generatie juist heeft. Maar er is ook iets fundamenteels aan de hand. En dat is eigenlijk het ontstaan van veel meer virtuele werkplekken. ZZP'ers, mensen met meerdere banen tegelijk,
normaliseringsdiscussie hebben ook. Maar je ziet in heel veel landen een soort einde van de fundamentele arbeidszekerheid. Ook bij overheden. En dat gaat nogal wat betekenen voor de manier waarop overheden mensen moeten gaan aannemen en behouden. En hoe carrières eruit gaan zien. Ik ga er zo nog wat meer over zeggen. Ik ga hier even wat sneller doorheen. Innovatiekrachten. Innovatie is een buzzword. Hè, dus er verandert van alles en overheden moeten innoveren. Maar heel veel overheden zijn helemaal niet... de overheid is eigenlijk helemaal niet gemaakt om te innoveren. Ik liet net die iPhone zien. Hè. Bedrijven moeten voortdurend met nieuwe producten komen. Anders gaan ze op een gegeven moment failliet. En maar de overheid is er nou juist ook om die stabiliteit en voorspelbaarheid en die rechtszekerheid eigenlijk te waarborgen. En dat verhoudt zich soms heel slecht met innovatiekrachten. En dat maakt het heel moeilijk voor overheidsmanagers. Ja, ik moet van alles anders doen, maar ik heb ook een aantal eigenlijk rechtsstatelijke waarborgen die ik overeind moet houden. Ja, dus hoe ga ik daar nou mee om? Morele complexiteit van alle tijd. Ik denk dat een aantal van de ontwikkelingen daar net over hebben gehad, tot meer en ook nieuwe morele dilemma's gaan leiden. Ik zal er zo een paar uitlichten. Het ging net al even over hoe ga je nou met die elevator pitch om op journalisten. En tegelijkertijd hadden we het over dat hele verre vooruitkijken. Wat ik een heel interessante opgave vind, is hoe je nou als overheidsmanager tegelijkertijd omgaat met hele korte tijdshorizonnen. 24/7, alle minuut iets leveren aan je politieke of ambtelijke baas die nu iets nodig heeft en die nu moet uitstralen dat hij on top of things is. En tegelijkertijd 10, 20, 30 jaar vooruit moet plannen als het gaat om zaken zoals klimaatverandering en dergelijke. Ja? Je hebt een onmiddellijke en een hele lange tijdshorizon. Nou, opgave 7 die gaat eigenlijk over al die andere opgaven heen. Dat is toch wat besef dat de overheid het gewoon niet meer alleen kan. En je ziet heel veel interessante initiatieven ontstaan, waarin overheden natuurlijk samen met non-profit, private sector, allerlei burgerinitiatieven dingen doet. Dat werd hier ook al gezegd, publiek-privaat. Maar ik zou zelf zeggen publiek-privaat maatschappelijk. Maar dat is nog wel gemakkelijker gezegd dan gedaan, om daar goed mee om te gaan. Dan past ik een bepaald type werknemer bij. Die stakeholdermeervoudigheid, hè? Als je nou naar het leven kijkt van de overheidsmanager vandaag, dan ziet het er ongeveer zo uit. We kunnen er waarschijnlijk nog wel wat meer bij verzinnen. Ja, we hebben dus met heel uiteenlopende stakeholders eigenlijk te maken. Maar al deze opgaven kun je ook in kansen ombuigen, hè? Dus je kunt ook deze stakeholders gebruiken voor een deel om jouw beleid uit te venten en om jouw beleid ook mee uit te voeren. Maar er past dus wel een overheid bij die zich wat horizontaler gaat opstellen en die wat beter wordt in verhalen vertellen aan die hele verschillende stakeholders. Ja, die stakeholders zijn ook allemaal met elkaar verbonden in diverse netwerken, hè, tegenwoordig. Die autoriteitsturbulentie, nogmaals, dat zijn hele verschillende dingen die dan eigenlijk bij elkaar komen. Nieuwe autoriteiten. Testbewegingen. Wat is een groot verschil? Er zitten hier een paar mensen in de zaal die hebben ook nog wel protestbewegingen in de jaren 60 en 70 misschien meegemaakt. Wil niemand beledigen natuurlijk. Maar, wat is nou een groot verschil met de protestbewegingen, zullen we zeggen, in de hippietijd en die protestbewegingen van nu? Heeft iemand daar een beeld bij? Als ik dat nu merk met de huidige generaties, dat ze zoiets hebben van ja, het maakt toch niets uit en ze gaan toch maar hun gang en wat we ook doen. Dus het vertrouwen in een goede afloop, met alle demonstraties die we hadden, was denk ik groter. Het is wel interessant dat u dat zegt, want die Occupy-beweging bijvoorbeeld in New York, die had niet een heel duidelijk einddoel. Maar die had op zich wel een hele positieve insteek. Dus die had wel zoiets, als we maar heel veel dialoog organiseren op straat en zo, dan gaan er toch wel dingen veranderen.
Dus ik denk, ik zie ook wel bij jonge generaties ook best dat positief hoor. Maar waar ik het wel met u eens ben, wat ik denk een heel groot verschil vind, is toen was er een groot verhaal. Dus of je was communist of socialist of hè, je was, er zaten grote ideologieën achter. En dat is nu eigenlijk niet meer zo. Dus het gaat veel meer om kleine one-issue-achtige bewegingen die zich wel organiseren, maar die ook heel snel weer uit elkaar vallen. Hè? Waar dus jongeren niet voor 10, 15 jaar ergens bij willen horen. Heeft het ook niet te maken met de social media, dat iedereen na bijvoorbeeld een politiek debat zelf al een protestorganisatie op zich is? Ja. En heel makkelijk ook, zonder dat de politiek iemand zich kan verweren, maar zijn gelijk wil halen of zijn mening wil ventileren. Ja, iedereen heeft eigenlijk een megafoon, hè? Dus je hebt ook niet meer grote leiders en bewegingen en organisaties nodig. Facebook is eigenlijk al genoeg. Of andere social media. Geloofde ook echt in een betere wereld. Ja. Even nog afgezien wat je ideologie was. Ja. Voor mij was dat wat in ieder geval de jongeren toen de tijd erg bond. En wat je nu heel veel ziet, is het vooral het verlangen naar weer behoud van wat het vroeger was. Hè. Als je deze figuren ziet, dan staan die daar. Hè. Als je daar vanochtend weer een stuk over mevrouw Le Pen ziet, dan moeten we weer met kleine boertjes in Frankrijk gaan doen. Dus zoals het vroeger was, vind ik als toerist overigens prima in Frankrijk. Ja. Dat moet ik er wel bij zeggen. Ja. Er zit dus eigenlijk meer dan, waar wij naar de toekomst kijken, lijkt het nu heel veel ook vaak terugkijken naar het verleden. Ja, ik denk dat eigenlijk iedereen aan het zoeken is naar een soort nieuwe standvastigheid of in iemand willen geloven. In dus die VUCA-wereld waarin eigenlijk ook niemand het echt meer weet. Hè? En een deel van de leiders biedt eigenlijk als oplossing, nou, we gaan gewoon weer een tijdje terug in de tijd. Ja, natuurlijk de vraag of dat realistisch is, ook economisch gezien. Hè? Als toerist is dat inderdaad mooi, maar... Maar hier past wel een heel ander type leiderschap, denk ik, bij. En er zijn best wel mooie initiatieven om dingen dus veel participerender te doen. En als je dat goed organiseert, als je dat goed ontwerpt, dan leidt het ook echt tot meer inbreng, meer input van burgers. Ik heb in mijn boek een aantal voorbeelden. Een slecht voorbeeld, bijvoorbeeld, vond ik zelf een aantal... aantal inspraakavonden over asielzoekerscentra, zoals we die een paar jaar geleden hebben gezien, waarbij gemeenten dus zeiden van, nou, er komt waarschijnlijk een asielzoekerscentrum, komt u allemaal maar langs, we gooien de deur open en dan gaan wij met z'n vieren zo achter een tafel zitten. En dan mag u daar met 500 burgers ver van ons af tegenover ons zitten en komt u dan maar inspreken. Nou, dat leidde in een aantal gevallen echt tot hooliganeske toestanden, waarbij de burgemeester zeg maar, het pand uit werd gejaagd. En daarna zijn een aantal gemeenten dat heel anders gaan doen. Die hebben gezegd, laten we nou een aantal segmenten van onze bevolking heel gericht uitnodigen. Die gaan we beknopte informatie geven van tevoren. Die zetten we dan voor en tegenstanders met elkaar aan hele kleine tafeltjes. Dan halen we een professionele procesbegeleider bij. En dan gaan we gewoon eens een paar praten over de voor's en tegens van zo'n asielzoekerscentrum. En we geven er ook gewoon goede informatie bij. En dat doen we ook al voordat ze komen. En we nodigen ze heel gericht uit. Nou, toen ging eigenlijk bijna iedereen als vrienden aan het eind van de avond uit elkaar. En dat asielzoekerscentrum kwam ook. Dus het kan best, hè. Het kan best participerende beleidsvorming. Maar het gaat wel om het design. Je kunt het goed ontwerpen en je kunt het slecht ontwerpen. Ja. Nieuwe werkvormen en nieuwe werknemers. Ik was gisteren met collega CAP-hoogleraar Jaap Uilenbroek bij de provincie Noord-Holland. Daar hadden we een heel interessante workshop over HRM 2020-beleid. Ze zijn er ook heel erg bezig met ja, wat voor mensen moet de provincie eigenlijk aannemen en hoe doen we dat. Toen hadden we een heel gesprek over hoe carrières eigenlijk aan het veranderen zijn. Er is een heel mooi boek van Linda Gretton verschenen, dat heet The 100 Year Life. Kan ik u enorm aanraden, zeer leesbaar ook. Dus een professor aan de London Business School, de 100 Year Life. Zij zegt, iedereen die nu wordt geboren in de eerste wereld, die wordt ongeveer 100 waarschijnlijk. En als je kijkt hoe onze pensioensystemen in elkaar zitten en onze arbeidsmarkt in elkaar zit, ja, dan gaan die mensen niet op hun 65ste ophouden met werken. Misschien pas op hun 80ste of nog later. Maar ze gaan waarschijnlijk wel tussendoor af en toe andere dingen doen. Voor een zieke ouders zorgen, een paar jaar een break nemen, weer eens een master doen,
eens in een andere sector werken. Dus overheden zouden eigenlijk wat creatiever, denk ik, moeten gaan nadenken over wat voor carrièrepatronen zij kunnen aanbieden. En daar kan je jezelf ook heel aantrekkelijk mee maken, hè, voor dat soort mensen. Er wordt in de literatuur wel gesproken over tri-sector athletes. Dus mensen die in zowel de non-profit als de private als de publieke sector hebben gewerkt. En die dus ook veel beter zijn in dat soort partnerschappen tot stand brengen. Want die kennen de sectoren, die snappen hoe die werken. Die snappen ook de risico's en de voordelen. Dus iemand bij Vrom, bij INM moet ik tegenwoordig zeggen, die bijvoorbeeld bij Shell en bij Greenpeace heeft gewerkt. En ook de kans krijgt om uitstapjes te maken naar die sectoren en een paar jaar later weer terug te komen. Dus innovatief denken over personeelsbeleid. Nou, ik had het al over innovatiekrachten. Innovatie is soms een beetje een irritant woord, hè, in overheidsland. Want innovatie werkt heel anders in de publieke sector dan in de private sector. Veel incrementeler. Komt nog eens bij dat de tolerantie voor allerlei spannende experimenten met belastinggeld toch wel minimaal is. Dus je kunt wel roepen van de overheid moet innoveren. Maar dat werkt volgens mij toch anders. Morele complexiteit. Hier hebben we het vanochtend op de dag van de integriteit veel over gehad. Je ziet heel veel organisaties die diverser worden. Waarbij niet altijd meer even vanzelfsprekend is dat jij als ambtenaar je maar voornamelijk op de grondwet of op het publiek belang baseert. Maar dat je familie of je clan een bepaald deelbelang misschien wel meer van belang wordt geacht. Ik denk echt hernieuwde aandacht voor integriteitsbeleid heel erg van belang is. En het heel veel daarover hebben ook met elkaar. Onmiddellijke versus lange termijn. Daar wil ik nog even bij stilstaan. Dan heb je eigenlijk twee hele tegengestelde logica's die je allebei vorm moet geven. Sensatie, scoren, alarm als er crisis is en een bepaalde ontwrichting in het geval van innovaties. Die lange termijn, dat is veel meer eigenlijk de beleidslogica en de logica van experts. En de bureaucratische logica om maar vooral voorzichtig te zijn en dingen te plannen. Die twee met elkaar in overeenstemming brengen, is volgens mij dus een hele grote uitdaging. Maar het is ook steeds makkelijker om scenario's te maken, bijvoorbeeld. Je kunt tegenwoordig in 10 minuten met gratis software, als je een paar getallen hebt, kun je scenario's uitdraaien voor allerlei beleidsterreinen. Maar de kunst wordt volgens mij om die politieke baas ervan te overtuigen dat die scenario's hem of haar ook op die korte termijn kunnen helpen. Dus als een crisis losbreekt, dan is een politicus geholpen met 4 of 5 oplossingsrichtingen. Maar die twee moeten elkaar wel weten te vinden. Want als je een scenarioplanningsafdeling hebt die dat niet begrijpt, die politieke cues niet begrijpt, dan gaat dat niet werken. Ja. Ja. Want die heeft dan te maken met het scoringsdrift van bestuurders. Ja. Terwijl hij zelf wat op de langere termijn wil denken. Ja. En dan krijgt hij te horen, jij bent... ik wil niks meer van jou horen, jouw adviezen. Ja. Die zij deugen niet. Roel Becker heeft ooit dat verhaal verteld over de Ierse minister van Economische Zaken, die tegen zijn ambtenaren zei, nou wil ik niets meer horen over crisis. En wie dat toch doet, die wordt ontslagen. Ja. En het, binnen een jaar was er een crisis. Ja. Dank je. Is dat zo? Toch nog goed afgelopen, ja. Maar andersom is het natuurlijk ook een probleem. Hè, waarbij politicus gauw geneigd is om te zeggen, ik heb alleen maar stukken en advies van je nodig dat mij deze week gewoon helpt. En de lange termijn, nou, het zal wel, hè, helemaal langer dan 4 jaar, want dan ben ik toch geen minister meer. Maar wat je ziet is, overheidsmanagers die dat slim doen, die weten dus die scenario-exercities
eigenlijk zo te presenteren aan politici dat ze ook op de korte termijn behulpzaam zijn. Ik moet even denken aan de vluchtelingencrisis. Hè. Dat vind ik zo'n mooi voorbeeld. Van eigenlijk had je dat heel goed kunnen zien aankomen natuurlijk. Scenario's waren ook in Brussel. Er waren misschien ook politieke redenen om daar een paar geleden niet te veel over te hebben in tijden van economische crisis. Hè, maar het lijkt alsof we enorm overvallen zijn door een vluchtelingenstroom. Maar die was helemaal niet zo plotseling natuurlijk. Was ook heel veel expertise op dat gebied die allemaal is wegbezuinigd. Hè, dus eigenlijk is lange termijn denken had daar denk ik echt de korte termijn ook van dienst kunnen zijn. Ja. Ja. Als je op Europees niveau kijkt, dan lijkt er in ieder geval op hè, voor de buitenwereld dat die enorm overvallen was. Dus alle instituties, zowel aan de grens, maar ook de herverdelingsvraagstukken en zo. Enorm overvallen was, Europa toch goed bestuurd continent, door die vluchtelingenstroom. Terwijl er al jaren van alles aan de hand was in Syrië. Dan vraag je toch, daar gaat iets niet helemaal goed in de koppeling tussen al die scenario-makers en plannenmakers en mensen die daar heus al naar kijken. Ja, en politici dit toch of even niet willen zien. Hè? Of, maar tenzij je er dus in slaagt om, hè, als het ware, deze logica's dus op zo'n manier te verpakken en eigenlijk aan die politicus ook aan te bieden, zodat die ziet, oké, maar hier heb ik ook, als er vandaag een journalist komt of er breekt een crisis uit, dan heb ik nu eigenlijk 3-4 oplossingsrichtingen, omdat jij die scenario's hebt gemaakt. En dan heb ik ook op de korte termijn er iets aan, en dan sta ik er ook goed op, zeg maar. Dus als je die met elkaar kunt verbinden. Ja. Ja, er zijn landen, in mijn boek gebruik ik Singapore en het Verenigd Koninkrijk als landen die heel veel investeren in scenario planning en foresight, hè, zoals dat dan heet. Maar die hebben er ook voor gezorgd dat alle ambtenaren daar bijvoorbeeld in getraind worden. En dat politici ook op de hoogte zijn van wat die scenarioafdeling allemaal doet. En daar elke maand ook over gebriefd worden. Want het risico is natuurlijk, als je een mooie scenarioafdeling hebt, ergens in de kelder met allemaal schermen en modellen, dat die dus de minister niet vindt. Hè? Dus die koppeling is volgens mij belangrijk. Mijn ervaring is wel dat als je dat eigenlijk zo zegt, ja. Hè, dat ook een minister dat heus wel begrijpt. En dan ben ik met je eens. En dan helpt het iets als je kan bedenken die beide elementen dekt natuurlijk. Maar ze weten het wel. Maar tegelijkertijd willen ze natuurlijk geen gedonder met de Kamer. Maar je moet er dan denk ik dus heel opportunistisch in worden. Kunnen uitleggen waarom iemand er ook in dat vervelende gesprek met die journalist toch iets heeft aan dat vooruitkijken van jou. Want dan heeft hij een weerwoord. Maar als het een exercitie om het 20, 30 vergezichten wordt, dan belandt hij in een la. Ben ik bang. Ja. Nog even de laatste en dan komen we bij die competenties uit. En dan wil ik nog wel even wat meer van u horen ook. We horen natuurlijk heel veel over samenwerking tussen sectoren. Hè? En met name de tri-sector collaboration is echt een hype. Dus grote beleidsuitdagingen. Kan de overheid niet meer alleen, moet samenwerken met andere partijen. Wat zouden de waarden zijn? Even wat reacties ophalen. U positioneert zichzelf even als de overheid. Ja, het zijn de toegevoegde waarden van het betrekken van een non-profit of een maatschappelijke organisatie. Wat kunnen zij nou wat de overheid niet zo goed kan? Ja. Dus waar ze heel goed in zijn, draagvlak verwerven, campagnes, achterbannen mobiliseren. Vaak heel groot bereik, ook waardegedreven missie. Hè. Kunnen dat soort clubs soms beter dan de overheid? Ja, dus we hadden het over die boodschappen verkopen, daar zijn zij heel goed in. Omdat ze dichter bij de, hè, bij de grassroots zitten, om het zo maar te zeggen. Wat is überhaupt het probleem? Dus door die voelspriet in de samenleving te hebben, de overheid zit er soms verder van af. Ja. Kunnen zij ook goed? Wat kan de waarde zijn van het betrekken van een bedrijf? We komen zo even bij de risico's. Maar wat kunnen bedrijven nou soms beter dan de overheid? Waar zijn zij goed in? Ja, sommige expertise. Ja, ik denk als een bedrijf de business case ziet, dan is het meest efficiënte vehikel dat de mensheid ooit gekend heeft. En vaak toch nog wel ietsje efficiënter dan de overheid.
Wat is eigenlijk, dan keren we hem even om. Want je ziet ook steeds meer partnerschappen tussen NGO's en bedrijven. Duurzaam hout, duurzame vis. Ja, waar de overheid eigenlijk helemaal op de achtergrond is. En waarom hebben we eigenlijk de overheid nog nodig? Ja? Maar kunnen die andere twee dat niet? Wat heeft de overheid als, eigenlijk als toegevoegde waarde, ook in formele zin? Ja. Ja. Regulering, ja. Ja. Belang van iedereen. Overheid maakt wetten. Ja. Overheid heeft de macht en het formele gezag om wetten te maken, om belastingen te heffen, om geweldsmonopolie in te zetten, noem het maar op. En toch allemaal zaken die we liever niet aan die andere twee sectoren toevertrouwen. Ja. 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 Geld zit natuurlijk ook voor een deel hier, hè, maar ook bij de overheid. Ja. 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 Nou ja, het is wel interessant dat u dat zegt, want een van de drivers achter dit soort sectoroverstijgende samenwerking is niet alleen expertise en draagvlak, maar is ook gewoon geld halen uit andere sectoren. Hè. Denk aan een public-private partnership, waar je in feite gewoon naar funding ook op zoek gaat. Even de risico's dan nog. Als je nou in zee gaat met zo'n super toegewijde NGO, zitten daar ook risico's aan? Ja, je hebt dus soms dus het verengen van die missie. Dat wordt wel mission creep genoemd. Of het helemaal verlaten stiekem van die missie. Mission drift. Wat je natuurlijk ook vaak ziet is dat ze met vrijwilligers werken. En met donoren. En dat continuïteit van projecten dus in gevaar kan komen. Dat is denk ik wel een risico vanuit de overheid. Nou, deze zijn denk ik evident. Daar kunnen we ons van alles bij voorstellen. Lobbyen. Maar ook de overheid soms misbruiken om het eigen imago bijvoorbeeld op te schonen. Hè? Of het reguleringsproces eigenlijk helemaal beter pakken. Nou, ik denk dat de risico's van het betrekken van de overheid, die zien we hier als heel vanzelfsprekend, maar ik vind het altijd een mooie gedachte-exercitie om te kijken van, zou je het soms ook zelfs zonder de overheid kunnen doen? Is wel de neiging om toch zaken te standaardiseren, te bureaucratiseren en soms te monopoliseren ook. Ja? Korter dan het bedrijfsleven soms? Er zijn hele interessante debatten over, hè? Wie eigenlijk meer op korte termijn gericht is, overheid of bedrijfsleven. En zie je als het om grote investeringen gaat, dat het bedrijfsleven soms een langere horizon heeft dan die max 4 jaar van overheden. Maar goed, niet over Unilever beginnen, maar de hijgende adem van de aandeelhouder speelt er natuurlijk ook wel. Maar ik denk heel goed om te beseffen, als je dus als ambtenaar, als overheidsmanager in zo'n samenwerking stapt, dat er heel veel toegevoegde waarden eigenlijk mogelijkheden zijn, maar dat je ook wel heel duidelijk risico's moet managen. En voor een deel kan je dat in goede contracten doen, arrangementen. Maar het idee van die andere sectoren goed leren kennen en ook hun werkwijze, hun agenda's, hun waarden leren waarderen, wordt denk ik dus ook belangrijker voor die ambtenaar van de toekomst. En dat is moeilijk als je altijd alleen maar bij de overheid hebt gewerkt. Ja. Nou ja, maar je hebt daar dus bepaalde mensen voor nodig die best wel wat moeten kunnen, zeg maar, om hier een succes van te maken. En ik zei al in de literatuur, en er worden natuurlijk altijd hele mooie woorden bij verzonnen, maar ik zal het zo in normaal Nederlands nog een keer proberen uit te leggen. Is een hele interessante discussie nu gaande over dus een soort van menstype of managerstype dat je nodig hebt om dit soort dingen goed te leiden. En er wordt dus gesproken over tri-sector athletes, en daar zijn ook wel mooie voorbeelden van. Dus Coca-Cola bijvoorbeeld, hè, die een voormalig topdiplomaat van buitenlandse zaken aanneemt om allemaal partnerships op te gaan zetten in landen waar zij eigenlijk te veel water gebruiken. Landen waar veel droogte is. Waar ze dus NGO's, de lokale bevolking, tegen zich in het harnas jagen. En Coca-Cola denkt dan, laten we iemand aannemen die heel veel ervaring heeft in de diplomatie, een goed netwerk heeft en veel in Afrika heeft gewerkt. Die ook zeg maar begrijpt hoe het daar werkt. Die is daar dan dus heel succesvol om eigenlijk een win-win te creëren, zowel voor Coca-Cola als voor die lokale boeren. En iemand die alleen maar bij Coca-Cola had gezeten en de logica van overheid en diplomatie niet snapt, had dat volgens mij niet gekund.
wat je voor managers dan nodig hebt, zijn ook wel mensen die, denk ik, die stages in ieder geval, of misschien delen van hun carrière, in andere sectoren hebben doorgebracht, die sectoren ook goed kennen. En dat heeft weer invloed op hoe je personeelsbeleid samenstelt. Nou, u heeft inmiddels wellicht zoiets, wat later op de middag, op donderdag, zo, nou, er komt nogal wat op ons af, zeg. De rook komt uit mijn oren. Maar gelukkig, en daarom kan ik u ook van harte het boek aanraden, zeg ik natuurlijk heel onbevoordeeld, dat begrijpt u. Gebeuren er in heel veel landen, dus het is echt een praktijkboek met veel voorbeelden en cases. Er gebeuren in heel veel landen ook hele mooie dingen. Allerlei experimenten om met die 21ste eeuw goed om te gaan. Nou, hebben we nou eigenlijk allemaal supermannen en supervrouwen nodig? Is een vraag die ik wel eens krijg. En waar het volgens mij om gaat, is dat je gaat denken in termen van superteams of superorganisaties. Hè? En daar zit ook de HR-kant. Dus hoe maak ik overheidsorganisaties waar ik allerlei van die competenties in huis heb? Die kunnen nooit allemaal in één persoon natuurlijk verenigd zijn. Maar je hebt eigenlijk, ja, je moet gaan nadenken over de diversiteit van wie neem ik aan en hoe ontwikkel ik ze. Ja, er wordt wel gesproken, hè, over de vierde industriële revolutie. Kunstmatige intelligentie en robots en dergelijke. We hadden het daar gisteren dus ook over bij de provincie Noord-Holland. En Jaap Uilenbroek zei toen, en was ik het deels wel mee eens, die zei, nou, moet het ook niet overdrijven. Hè, want er wordt ook al 20 jaar gezegd dat bijvoorbeeld spraakcomputers zouden Microsoft Word overnemen. Ja, 87 en dat we nu op de maan zouden wonen, dat doen we ook nog niet. Dit soort dingen spelen zeker. Maar wat je tot nu toe hebt gezien bij eigenlijk de volgende 3 industriële revoluties, dat landen die daar slim mee zijn omgesprongen weer veel meer banen hebben gecreëerd uit dat soort revoluties, hè, dan dat er alleen maar banen verloren zijn gegaan. Dus, ja. Nou ja, er wordt nu heel veel gesproken over van, hè, je hebt zeg maar de blue-collar jobs, dus de lager opgeleide banen, nou, die gaan laat van groot, die zijn natuurlijk van groot deel al verdwenen. En de discussie nu hier is heel erg van, komende 20 jaar gaat ook de hogere middenklasse, onderzoekswerk, ondersteuning van de advocatuur, dat soort zaken, gaat dat ook worden overgenomen. Dat zou voor een deel best wel kunnen. Maar ik denk dat er blijft altijd een menskant nodig. In het hoger onderwijs roept iedereen ook al 15 jaar van online colleges, die gaan alles vervangen, maar inschrijving van studenten zijn hoger dan ooit. Dus ik denk die dingen blijven elkaar altijd ook wel weer voeden op een bepaalde manier. Ja. Ah, je ziet wel dat overheden inmiddels zich beseffen dat zaken als informatieveiligheid, lek en cybersecurity wel echt zo belangrijk worden dat je dus ook goede programmeurs en zo in dienst moet gaan nemen. Een beetje laat, denk ik. Dat zijn volgens mij hele grote kwesties. Maar ja, welke skills of vaardigheden passen daar precies bij? Dat ga ik nu even aan u vragen. En dan gaan we daarna afronden. Nou, dus 2 vragen. Bespreek dat ook voor een paar minuten eens met uw buurvrouw of buurman. Ja? Ik zie een aantal van u zijn weer een klein beetje weggezakt. Ik heb te lang gepraat. Ja? Dus ik ga u even aan het woord laten. We hebben het gehad over allerlei uitdagingen. Hè? En ik vind het zelf heel boeiend om na te denken over, ja, wat voor competenties, skills hebben ambtenaren in de 21ste eeuw nodig? Voor een deel hebben ze die misschien al, voor een deel misschien nog niet. Maar organisaties zullen misschien ook daarmee mee moeten veranderen. Hè? Want we individuen komen natuurlijk wel tot bloei in organisaties. Je kan die 2 niet los van elkaar zien. Ik hoor daar straks over een paar minuten graag uw gedachten eens over. En dan gaan we daarna afronden. Ja? Oké, ik ga met het oog op de tijd en ongetwijfeld de dorst die u aan het opbouwen bent, u weer eens eventjes bij de les trekken. Maar ik hoor allemaal geanimeerde gesprekken in ieder geval. Een paar reacties uit de zaal. Als u er 1 moet noemen, welke vaardigheid of skill gaat nou heel belangrijk worden? Mm-hmm. Voor ambtenaren of voor een politieke baas? Of voor allebei misschien? Ja.
Ja. Het geven ook van weerwoord, hè? Ja, ja. Ja, in vacatures heet dat altijd zo mooi, dat je politieke en bestuurlijke sensitiviteit hebt. Hè? Daar worden bepaalde mensen dan heel zenuwachtig van. Ja, dus oké, dulden. Maar ik zou inderdaad ook wel, volgens mij moet je dan toevoegen van ook het bieden van tegenspraak. Anderen. Zou ik dat misschien mogen vertalen als, als je dat in termen van een vaardigheid, van karaktereigenschap, een beetje lef en een beetje durf om soms ook nee te zeggen? Ja, ja? Oké. Jullie zijn van onderop eigenlijk begonnen, hè, de organisatievorm. Dat zelfformerende vind ik wel mooi, want met zelfsturende teams natuurlijk ook wel wat minder positief. Nee, maar dat moet natuurlijk wel, dat zie je ook in uit onderzoek naar teams. Teams moeten wel geleid worden en die moeten wel met een doel ook worden samengesteld. Ja, oké. Nog iemand anders over die vaardigheden en de organisatievorm? Ja, ja. 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 In het boek zit ook een groot stuk over mentoring, maar ook omgekeerde mentoring. Hè. Dus dat is een heel interessante ontwikkeling, waarin dus de 25-jarige, de 58-jarige leert hoe die een beleidscampagne op Twitter in elkaar zet. Maar die 58-jarige, de 25-jarige weer leert hoe je een carrière en een gezin bijvoorbeeld combineert. En blijkt uit onderzoek dat beide groepen zich dan ook veel meer gewaardeerd voelen en onderdeel voelen van de organisatie. Omdat ook in die oudere medewerker nog wordt geïnvesteerd, want die mag zijn ervaring delen. Dus mentoring is een heel interessant, ook een interessant HR-instrument wat dat betreft. Nog meer? Ja, dat is een heel goed punt. Dus stimuleren van kennisontwikkeling in eigenlijk zeg maar kortlopende arbeidsverbanden. Nou ja, dan heb je ook discussie over hoe je institutioneel geheugen bijvoorbeeld opbouwt. Hè. Voor een deel zit hem dat in mensen. Er zijn ook heel interessante ontwikkelingen in hoe je daar dus slimme systemen op kunt zetten. In termen van kennis delen en kennismanagement. Maar ik denk dat er altijd een gevaar zit met als mensen snel weer wegrennen, dan kun je het allemaal in een archief stoppen, maar dat is toch anders. Ja. Oké, nou, denkt u dat deze mevrouw, dit is toch het beeld wat veel mensen van een ambtenaar hebben, dat die klaar is voor die 21ste eeuw. Dit is een foto uit een tentoonstelling en een boekje dat heet Alledaagse Macht. Dat kent u misschien. Dit is een heel aardig boekje dat volgt eigenlijk bureaucraten over de hele wereld met een foto en een verhaal erbij over hun dagelijks leven. En dit is een provincieambtenaar uit India, uit Andhra Pradesh, hebben mijn studenten mij verteld. Dat staat namelijk op haar tafel. En die heeft 7 jaar achterstallig administratief onderhoud. Dus nou, stelt u zich voor, u bent een kleine ondernemer. U heeft een zaakje, wil een tweede zaakje openen, een vergunning ingediend. Nou, dat is misschien deze of die of misschien wel die. Ja, en zij lijkt ook niet die motivatie of die empathie te hebben om daar echt iets aan te gaan doen. Dus dit is het waarschijnlijk niet. Als je het over die organisatievorm hebt, zitten we nog steeds toch wel heel erg in het tijdperk ook van bureaucratieën. We proberen wel van alles met teams en over afdelingen samenwerken. Maar het zit toch nog wel steeds erg eigenlijk in die ouderwetse vorm. Nou ja, goed, in de jaren 90 was erg het motto van het moet meer zoals het bedrijfsleven. Dus als we namelijk managers aannemen en opleiden, een beetje zoals Gordon Gekko uit de film Wall Street, dan komt het allemaal goed. Die zijn efficiënter en die denken na over geld en zo en over prestaties. Nou, hier zijn we toch ook wel weer erg van afgestapt na de nodige schandalen en ik ben benieuwd hoe lang hij het. Ik heb wel eens zo'n dagdroom dat Trump op een gegeven moment gewoon de deur achter zich dicht slaat en zegt van ik heb er genoeg van. Maar goed, we zullen het zien. Ja. Oké, waar kom ik in het boek en in de oratie dan een beetje op uit? Eigenlijk op 2 dingen. Dat is wel een argument dat ik graag, punt dat ik heel graag wil maken. Mijn stelling is niet van kind met badwater weggooien, maar is eigenlijk beter nadenken over wat zijn de traditionele ambtelijke kwaliteiten die gewoon altijd van belang zullen blijven, hè? Dus die je moet stimuleren, die je moet
behouden. En wat komen er dan voor nieuwe dingen eigenlijk bovenop? Hè? Dus het is niet van weg met het oude Weberiaanse ambtelijke denken, want er zitten een aantal belangrijke kwaliteiten in. Het gaat eigenlijk om het combineren van traditionele en nieuwe, zowel skills en vaardigheden die trainbaar zijn, tot op zekere hoogte. Maar ook gewoon hele belangrijke waarden waar je mensen op kunt selecteren. En die je denk ik ook kunt stimuleren tot op zekere hoogte, maar die moeilijk aan te leren zijn. Hè. Dus dat zijn wel twee verschillende dingen. Nou, wat blijft volgens mij altijd heel belangrijk? Iets als politieke sensitiviteit. Een beetje diplomatiek zijn, kunnen onderhandelen. En wat volgens mij heel erg ondergesneeld is geraakt in dat denken over die bedrijfsmatige overheid, is domeinexpertise. Het idee dat iedereen alles maar kan managen en binnen 3 jaar van VWS naar huisvesting kan en dan weer naar milieu en dan weer naar kernenergie. Ik denk eigenlijk in een tijd waarin beleidsproblemen heel complex zijn, dat domeinexpertise gewoon ontzettend belangrijk blijft. Nou, daar horen dan dit soort waarden bij. Het ging er net over empathie, het ging eerder over bepaalde neutraliteit en hoe je burgers hetzelfde behandelt, oordelingsvermogen, etc. Ja, wat komt er dan bij? Goed kunnen netwerken. En dat is echt iets anders dan een hiërarchische organisatie, dus aansturen. Hè? Maar er zit ook sociale intelligentie bij, maar dus ook andere sectoren snappen en wat gunnen af en toe. U noemde net al mentoring, omgekeerde mentoring. Dat vind ik een heel interessant aandachtsgebied, waar veel gebeurt ook, met name in het bedrijfsleven. Het analyseren en antenne ontwikkelen voor je stakeholders. Digi-alfabetisering, dat woord heb ik zelf bedacht, dat is een slechte vertaling van een Engelstalig woord. Maar dat wil eigenlijk zeggen dat je allemaal, en dus niet alleen de communicatiespecialisten, toch die digitale wereld goed leert te begrijpen. Volgens mij is dat echt heel cruciaal. Nou ja, en dan zaken als framing, branding, verhalen vertellen, boodschappen verkopen. Wordt volgens mij niet alleen voor politici, maar ook voor ambtenaren belangrijk. Nou, daar passen dan waarden bij die voor een deel ook goed aansluiten bij de nieuwe organisatievorm. Hier zitten natuurlijk wel spanningen in. Hè? Ik wil de wereld natuurlijk niet simpeler voorstellen dan die is, want dat is hij namelijk ook niet. Dus dit is denk ik iets dat blijft bewegen. En je moet als organisatie ook je weg eigenlijk in blijven vinden. En het zal misschien soms ook wat meer even traditionele bureaucratie weer zijn. En dan weer wat meer nieuwe waarden en competenties. Dit kan dus ook niet één enkele overheidsmanager allemaal in zich hebben. Ik denk dat dat ook een belangrijke constatering is. Hè? Anders gaat u ook denk ik wat moedeloos naar huis. En dat zouden we ook niet willen natuurlijk. Maar het is denk ik wel wel een hele boeiende opgave. Ik zie het vooral als een kans om als organisaties na te denken. Ook in je HRM-beleid. Hoe heb ik dit allemaal in huis? En hoe hou ik het up-to-date? En hoe ga ik mensen aannemen met dat soort nieuwe skills ook, die we misschien nog niet in huis hebben? Ik ga afronden. HRM wordt dus heel belangrijk. En carrières veranderen dus ook heel snel. We hebben het daar eerder over gehad. En het personeelsbeleid van overheden is soms nog erg gericht op iemand binnenhalen, wel roteren en ontwikkelen, maar toch eigenlijk heel lang, als het ware, in die koker omhoog duwen. Ik denk dat overheden ook eigenlijk in samenwerking met andere sectoren, dat zou ik zelf heel mooi vinden. Gisteren werden mensen daar bij de provincie in ieder geval heel warm van. Die kwamen zelf met alle ideeën over hoe je dus bijvoorbeeld die milieubeleidsmedewerkers zou stimuleren om een tijd bij Greenpeace of bij Shell aan de slag te gaan. Ja, omdat hij dan met hele andere kennis terugkomt, maar daarna ook veel makkelijker wordt voor die provincie om met dat soort clubs samen iets te gaan doen. En dus dat je echt ook buiten de overheid gaat nadenken over carrière uitwisseling. Nou, er zijn ook organisaties, voorbeeld van Hive is dit in Singapore, waar ze 90 programmeurs, die alle apps en websites van de overheid maken, in een soort hipster coffeeshop hebben gezet. Hè. U kent ze wel, compleet met pingpongtafel en banken en cappuccino machine. Dan denk ik van, als wij 20-jarige programmeurs willen aannemen, dan kunnen we dat niet in onze saaie ministeries doen, maar dan gaan we een heel ander soort van werkomgeving creëren.
Ik zie daar iemand die tot die leeftijdscategorie behoort heel blij kijken ook. Maar er zijn alle organisaties die hiermee mee experimenteren. Met ook fysiek een ander soort omgeving creëren. Ja. Opleiding wordt heel belangrijk, maar veel meer in termen van leven lang leren. Dan mensen aannemen met die ene perfecte master. Ja. En er zijn twee routes. De specialistische master en later jezelf als leidinggevende ontwikkelen met allerlei executieve programma's. Of juist met een generieke opleiding beginnen en die domeinexpertise eigenlijk later eigen maken met specifieke modules. Allebei kunnen volgens mij een weg zijn naar een mooie carrière binnen de overheid. Maar leven lang leren wordt mij soms iets te veel nog met de mond beleden in Nederland. En daar hoort wel gewoon geld bij als je dat serieus neemt. En dat gaat echt de komende decennia er gewoon een noodzaak zijn voor ons allemaal om ons blijven te ontwikkelen. Ja, of accountants. En dat helpt ook, denk je, om een bepaalde stok achter de deur. Zoiets is er eigenlijk niet voor ambtenaren. Hè? Het is vaak geprobeerd. Ja. Ja. Oké, ik ga nu echt afronden. Dit denken gaat natuurlijk door. Wat ik een beetje beoog te doen met dit soort lezingen, hè, maar ook met de boekjes, is echt wel prikkelen. Soms misschien ook wel een beetje ongemakkelijke vragen stellen. Maar ook altijd wel weer heel positief vanuit de kracht die volgens mij de overheid heeft, waar hele gedreven mensen werken. Overheid die ook een hele aantrekkelijke werkgever is en zal blijven, denk ik, voor jongere generaties hoogopgeleide mensen die graag complexe beleidspuzzels werken, die heel graag werk willen doen wat impact heeft, waarbij ze zichzelf kunnen ontwikkelen met ook wel een bepaalde zekerheid. Ja, want we hebben veel van die ZZP'ers, maar dat is niet allemaal een zelfverkozen bestaan. Dus ik denk dat de overheid heeft daarin toch ook nog wel iets te bieden in vergelijking met het bedrijfsleven. Nogmaals, als u nog veel meer details en antwoorden en voorbeelden van over de hele wereld wil, lees het kleine boekje. Neem wat boekjes mee ook voor uw collega's, die liggen daar nog. En als u echt zoiets heeft van, ik ga er eens een paar weken heel intensief tegenaan in het Engels, 396 pagina's, 100 voorbeelden uit 25 landen, ondersteund door 730 referenties, ook als e-book. Ja, Google het maar, ook op Amazon nu verkrijgbaar. Maar dan kunt u nog veel meer natuurlijk daarover lezen. Dit was een tipje van de sluier. Ja, zijn we er klaar voor? Laten we zorgen dat we allemaal blijven werken, denk ik, aan onze eigen ontwikkeling. Want dat leren houdt nooit op. En dat is denk ik wel mijn grootste boodschap. Dat leven lang leren en dat ook meegeven aan medewerkers wordt heel belangrijk. En vergis u niet, uit onderzoek blijkt dat zowel dat jongere medewerkers ontplooiingsmogelijkheden en investeringsmogelijkheden en training en ontwikkeling die door de werkgever wordt aangeboden als belangrijkste reden zien om ergens te gaan werken, meer nog dan salaris. En dat het voor oudere medewerkers de grootste motivator en een groot stukje erkenning is als ook in hen nog wordt geïnvesteerd met training. Nou, dan hebben we de generaties ook weer mooi bij elkaar. Hartelijk dank voor uw aandacht. Ja.